Vandaag 24 september wordt de bevrijding van de gemeente Nune, Gerwe en Nederwetten herdacht. Onder begeleiding van de tamboers van de gilde wandelt het gezelschap naar het monument bij het Bevrijdingsplein. Burgemeester Hoepen gaat dadelijk het vuur ontsteken. Het vuur is wederom afkomstig uit Bayeux, uit Frankrijk. Wethouder Ralf Stultjes heeft het vuur gehaald in Eindhoven samen met War Wheels en de Tourclub Nunen. Dit zijn geen makkelijke tijden. Dit zijn niet altijd zorgeloze tijden en er wordt nogal wat van ons gevraagd. En ook dat hoort bij vrijheid. Vrijheid is namelijk nooit voor niets. Het vraagt soms om een offer. En geloof me, wat van ons vandaag wordt gevraagd om van onze vrijheid te kunnen genieten, staat in het niets bij de offers die dappere mensen voor ons brachten in de Tweede Wereldoorlog. Of bij de offers die onze soldaten brachten en nog steeds brengen in conflictgebieden over de hele wereld. Deze mensen ervoeren en ervaren nog dagelijks dat vrijheid niet vrijblijvend is. Dat vrijheid nooit voor niets is. En daarom staan wij ieder jaar stil bij de mensen die vochten voor onze vrijheid. Zoals we ook stilstaan bij hen die de strijd voor die vrijheid met de dood moesten bekopen. Dat doen we al meer dan 75 jaar en dat zullen we blijven doen. 1 minuut stilte om na te denken over onze eigen vrijheid. En om hen te gedenken die hun leven gaven daarvoor. Wij herdenken vandaag alle buitenlandse militairen die bij onze bevrijding in Nune het leven lieten. Charles Halbert, Dennis Lewis, Joshua Sykes, Arthur Tooth, Thomas Jones, George Denny, Patrick Galligan, DeLorn Steiner, Morris Leaf, Anthony Kiewnarski, Reginald Naylor, Arthur Marshall, Ralph Stoddard, Basil Nichols, William Miller, Vernon Mans, Robert van Klinken, John Miller, Edward Wilson en Ivor Davies. Wij herdenken alle Nunense militairen die tijdens oorlogshandelingen om het leven kwamen. Adrianus van Stiphout, Jozef Smolders, Marinus Kolen, Frans Royakkers, Anton de Win, Marinus van de Nieuwenhof. Wij herdenken ook alle Nunense burgers die overleden ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog. We zijn alweer 77 jaar bevrijd. We hopen dat er nooit meer oorlog komt en dat niemand meer onder deze pijn lijdt. De tijd dat Joden werden afgekeurd en naar kampen werden gestuurd,
Laten we hopen dat dat nooit meer gebeurt, want het heeft al veel te lang geduurd. Al die doden die zijn gevallen en al die gewonden die niet konden genezen. Laten wij ze herdenken, wij allen.